Videomarketing op LinkedIn is momenteel een hele effectieve strategie als je daar impressies en leads wil genereren. Posts waarin je een video plaatst, die presteren nu de laatste tijd wat beter dan posts met een foto. Ik zie dat zelf omdat ik zelf 150 coaches en dienstverleners help om klanten uit LinkedIn te krijgen. En ook in mijn eigen resultaten terugzie dat video's heel erg goed presteren de laatste tijd. Dus ik heb een video gemaakt over hoe jij videomarketing kan toepassen op LinkedIn, mee kan gaan in deze trend en daar ook leads en klanten uit kan halen als coach of dienstverlener. Veel plezier met kijken. Alright, welkom bij de video over videomarketing op LinkedIn. Ik ben zelf excited over videomarketing op LinkedIn, omdat ik het echt zie als een opkomende strategie. LinkedIn is zelf nu ook bezig met het testen van een soort van feed die TikTok ook heeft. Dus dat je echt short-form content zo kan plaatsen. Dat is nog niet zover. Als dat zover is, dan uiteraard ga ik me daar helemaal in verdiepen en hoor je daar alles over. Maar nu tot die tijd is videomarketing ook al een heel erg effectieve methode om bereik te krijgen op LinkedIn. Video's presteren nu volgens het algoritme rapport 1,17 keer zo goed. Dus een post waarmee je een video plaatst presteert 1,17 keer beter dan gemiddeld. Dus het is 17% beter dan gemiddeld. En ook zelf zie ik het terug in mijn resultaten dat posts met video's heel erg goed presteren. Om te beginnen heb je hier zo dit bestandje. En daar kun je een kopie van maken door op de link onder deze video te klikken. En hier zo dan te klikken op bestand, kopie maken. En daarin vind je 11 voorbeelden voor mij van videomarketing posts op LinkedIn. Met de impressies daarachter. En dan zie je ook van hey, deze heeft 19k impressies, 13k, 12k, 7k, 11k, 7k, 20k, 8k, 9k, 10k, 9k. En je kan het voor zoveel verschillende manieren gebruiken. En straks gaan we in op een aantal van deze voorbeelden die nu ook openstaan. Maar eerst even kort wat informatie over videomarketing en waarom ik ook zo excited ben dat dit nu zo goed werkt op LinkedIn. Er is een onderzoek geweest van, ik ga de naam proberen uit te spreken, Wiesel, dat 80% van de marketeers aangeeft dat video's in hun marketing inzetten hun meer sales opleveren. En ik kan ook heel goed begrijpen waarom dit zo is. Want wanneer iemand een video van jou bekijkt, dan kan diegene ook echt een connectie met jou voelen. Dat is ook een van de redenen waarom ik graag gratis trainingen weggeef als weggevers in plaats van een pdfje. Want als mensen een gratis training van jou kijken, dan kunnen ze ook echt die band met jou opbouwen. Dan kunnen ze ook jouw energie voelen. En dat vind ik ook een hele grote kracht van video. En hoe mooi is het dan dat je die principes ook toe kan passen in jouw LinkedIn feed? En ik vind het geweldig. Ik vind het heel erg authentiek. En op LinkedIn zelf. Dus dan komt altijd de vraag van, hey, hoe lang moet de video zijn? Idealiter is die tussen de 30 seconden en max 3 minuten als je het mij vraagt. Volgens het algoritme rapport is iets korter optimaler, dus tussen de 30 en 90 seconden. Maar 3 minuten max, het kan ook wel iets langer af en toe, dus er zijn gewoon uitzonderingen mogelijk. Ik zal even wat voorbeelden laten zien. Maar dat is ongeveer de lengte die ik aanraad. En horizontale posts, dus posts als het ware die, laten we even zeggen dat dit een horizontale post is op LinkedIn. Dus een horizontale videopost. Die presteren officieel volgens het algoritme rapport beter. Maar verticale, die nemen meer ruimte in de feed. Dus die pakken wel meer de aandacht, naar mijn mening. Dus het is niet dat ik zeg één van de twee werkt beter. Kijk, in dit geval had deze wel meer impressies dan die. Dus dan zie je ook dat de content die in de video staat belangrijker is dan of het horizontaal of verticaal is. Maar dan weet je dat zelf. Dus het is ook een ander argument voor. Dat had ik hier een keer over met Michael Pilacek. Hij vroeg naar mij van, hey, is horizontaal beter of verticaal? Ik zei, ja, horizontaal. Ik zei, ja, weet je dat zeker? Ik zei, ja, volgens het algoritme rapport wel. Hij zei, ja, maar verticaal neemt wel meer ruimte in beslag. Dan dacht ik, ja, er zit echt wat in. En dus op die manier zeg ik dat ook even tegen klanten. En dus ook in deze video, dat je op die manier zelf die afweging kan maken. Alright. Ja, ik ga eerst eventjes een aantal voorbeelden behandelen voor deze video. En dan gaan we daar nog even in op wat tips. Dus het eerste voorbeeld, ik ga hier even starten. Dus net zag je, nou, laten we beginnen met deze. Dit is dan zelf een persoonlijk verhaal over dat weinig mensen mijn echte motivatie kenden van de afgelopen jaren. Dat ik bij Daan op de podcast was. Nou, deze post gerust even door als je zelf wil lezen wat het is. Ik denk een interessante post. En dan stond daar vervolgens deze video bij over dat mijn moeder dan, hoe ze altijd positief is gebleven, ondanks dat ze zelf een ziekte heeft. En deze, die ja, konden heel veel mensen dus ook waarderen zoals je ziet. Omdat je dan ook echt, als het ware, daar moest lachen om dat. Dus uiteindelijk, het is echt een leuke video. Maar goed, deze had dus 13k impressies. Dus je kan ook video's gebruiken met persoonlijke verhalen. Dan de volgende. Dat is bijvoorbeeld iets heel, nee, dat is niet zo'n mooi bruggetje.
Kijk, bijvoorbeeld deze. Laten we zeggen een podcast snippet. En niet iedereen hier is op een podcast gekomen, dat snap ik. Maar als je zelf op een podcast bent gekomen met video, dan kun je daar hele simpele ondertiteling onder laten zetten, zoals je hier ziet. Dit kan gewoon een VA doen voor ongeveer, als je een VA, een part-time VA recruit, kan het gewoon voor 10 euro per uur ongeveer, 10, 15 euro per uur. Dus het hoeft echt niet veel te kosten. Maar kijk, zoals je ook ziet, in deze post staat zelfs een linkje. En de titel hiervan is: wij draaien nu onze recordmaand. Nou, het is ook zelfs een pitch naar een traject. En dan vervolgens staat gewoon deze video erbij. Waarom? Zo kunnen we mensen ook nog altijd waarde geven. Dit is gewoon een video waarin ik mensen eigenlijk waarde geef. Dus het is dan de, eigenlijk pitch ik dan in de tekst. Maar in de video geef ik dan zelf waarde. Waardoor mensen alsnog denken van, hey, dit is wel een waardevolle post. En zoals je ziet heeft hij dan ook 10.000 impressies. Dus de, dat is dan een volgend voorbeeld. Podcast snippets kun je dan gebruiken. Maar je kan ook, kijk, dit is een ander filmpje. Dus dit is een filmpje dat ik op een Big Island was in Thailand. En dat ik dan de varkens aan het voeren ben. Right? Dus gewoon, dat vinden mensen. Kijk, deze heeft ook 19.000 impressies. Dus ook op LinkedIn werken dit soort filmpjes gewoon. Dus mensen zeggen soms van, ja, dit hoort niet op LinkedIn. Maar ja, het zal mij een worst wezen, right? Het krijgt impressies. Dus het stukje, kijk, en hier zou ik dan wel een zakelijk gerelateerde post. Dus dat ik wel dat de systemen soepel doorlopen, dat ik op vakantie kon. Dus dat is wel een zakelijk haakje. Maar ja, mensen vinden het ook gewoon grappig. Als je normaal altijd zakelijke post plaatst, dan kun je het ook wel, of dan vinden veel mensen het wel lachen om dit een keertje te zien, right? Dus dat is een ander voorbeeld van een video die je dan kan plaatsen. Oké, dan even kijken, een voorbeeld van waarde. Dus hier zit ik gewoon voor een... Nou, deze heeft dan ook dus gewoon een waardepost. Waarom worstelen de meeste coaches en dienstverleners om saleskast te genereren, terwijl ze hard hun best doen met content? Nou, dit is eigenlijk een belief shifting post die ik plaats. Dus dan is het een, die zit ook in deze content marketing module over hoe je dat exact doet. Nou, vervolgens heb ik er ook een video bij geplaatst om mensen weer wat meer waarde te geven. Dus de video die hierbij staat, voor mij hoeft hij niet precies te zeggen wat hier ook in staat. Het moet wel een beetje aan elkaar gerelateerd zijn natuurlijk. Je kan altijd bijvoorbeeld ook zeggen, PS, dit is zelf een video die ik heb geschoten recent in een studio. Hij gaat hier en hier en hier over. Relevant als je zelf aan de slag wil gaan met LinkedIn. Dat kun je zelf altijd doen. Oké, dan zelf. Deze. Dit is zelf een klant testimonial die dan zo achter elkaar geknipt is. Dus dit is dan een heel video of een hele video die is opgenomen op YouTube of via Zoom. Via Zoom is deze video opgenomen. Kijk, zoals hier bijvoorbeeld ook, dan zie je ook van Lucas. Nou, dan is het een interview van 25 minuten. En dan kan iemand anders voor jou, kan de, dus ik zou het niet zelf helemaal doen. Dit zou ik echt iemand laten doen voor, nou, dat is die 10, 15, 20 euro per uur freelance. Dan kan iemand anders dat zo achter elkaar knippen voor je. En als iemand dan zo achter elkaar knipt, dan komt er een hele krachtige review uit. Dan kun je een simpel ondertiteling onderzetten. Dan heb je een video van rond de, wat is het? 2 minuten, 3 minuten. Echt dat het een super goede klanttestimonial is. Dus ook over hoe je die maakt, leer ik je exact in de cursus, in de module over klantresultaten plaatsen. Die staat ook hier zo in de content marketing module. Hier zo, bij de bonusmaterialen. En dan klantresultaatpost, die staat hier zo. Oké, en dan hebben we als laatste voorbeeld. Hebben we. Deze. Oh, sorry. Niet deze. Ik had er nog eentje. Ja, dat is bijvoorbeeld de outreach strategie. Kijk, zie je? Deze. Ik had een keer een outreach strategie eerder. En dan stuurde ik gewoon mensen persoonlijke filmpjes. En dan is de headline: coaches vonden mijn aparte manier van benaderen zo goed dat ze vroegen of ze deze mochten jatten. Dit is wat ik deed. Nou, en dan zet ik vervolgens hier een foto of een video bij van een video die ik letterlijk verstuurde. En mensen vonden het mooi. Dus dat was ook 10.000 impressies. Dus je kan echt creatief zijn met video. Ik wilde je, kijk hier een beugel. ik wilde je gewoon laten zien, vooral met deze module, dat er ook heel veel creatieve manieren zijn om video te gebruiken. Ik zou wel vooral video's gebruiken waarop wel jij staat. Dus ik zou, ja, je kan het testen met bijvoorbeeld dingen waar je niet op staat, als, laten we zeggen, allemaal van die blauwe schermen dat dan zo verandert. Maar ik zou gewoon wel vooral video's doen waar je zelf op staat. De lengte, kijk, als je een hele goede podcast snippet hebt van iets langer dan 3 minuten, bijvoorbeeld 5 minuten, dan kan het ook zeker weten. Kijk bijvoorbeeld, dus het is een algemene regel die ik hier zelf zei. Uitzonderingen bevestigen ook de regel. Kijk, Michael Pilacek, die had bijvoorbeeld ook een hele goede video geplaatst op zijn LinkedIn. En die duurde een stuk langer. Die had zelf ook niet ondertiteling. Hier zo, kijk. Deze 2000, deze had meer dan 100.000 of 200.000 impressies. Kijk, en zelfs een linkje in de post. Kijk, deze duurt 5 minuten. Geen ondertiteling, maar het is gewoon zo'n goede, het is zo'n mooie en zo'n goede video. Ik zal hem wel eventjes hier zo neerzetten. Het is echt een aanrader om die te kijken. Het is zo'n mooie en zo'n goede video. Video Michael. Impressies zet ik er even niet achter. Het is zo'n mooie video. Dan weet je ook van, hey, dus dit werkt ook. Het gaat veel meer. Dus in principe die je hierin wil toepassen, naar mijn mening, is oké. De inhoud van de video en de inhoud van de post, dus de tekst zelf, dat gaat dan boven alle trucjes van het algoritme voor hoe lang officieel optimaal is, et cetera.
Dus eigenlijk alle principes die je hebt geleerd in dit programma over hoe jij een LinkedIn-post viraal kan laten gaan met de gunfactor, met het schrijven voor de algemene LinkedIn-doelgroep, met de copywriting en meer, die is ook toe te passen. Dus de onderliggende principes daarvan, die wil je ook gaan verwerken in de videomarketing. Dus mensen moeten je ook, als ze die video zien, een like gunnen, als het ware. En video's zijn ook optimaal voor het algoritme nu om te plaatsen, en ze werken supergoed, maar onthoud die onderliggende principes. Dus de meest gemaakte fouten die ik mensen dan ook zie maken wanneer ze videomarketing toepassen zijn, dat de eerste seconden van de video niet helemaal optimaal zijn. Dus dat de eerste seconden niet in combinatie met de post zelf. Dus kijk bijvoorbeeld hier zo. Als je deze ziet, dus persoonlijk verhaal, of nou, laten we zeggen de recordmaat. Kijk, als de eerste, dus de post samen, dus de tekst die erbij staat, samen met de video zelf, dat moet de aandacht pakken van mensen. Als dat niet de aandacht pakt en mensen niet de eerste seconde willen kijken, dan kijken ze hem ook niet af. Dus let erop dat dit goed samenhangt. Kijk, en hier staat dus ook dus, dit is een post en zegt PS, dit is een mooi fragment uit de log van het podcast, waar ook een onderdeel van het LinkedIn systeem dat wij toepassen. Nou, dus dan zeg ik ook al een beetje van, hey, oké, dit is niet helemaal gerelateerd aan deze post. Maar dus, je wil een beetje ervoor zorgen dat mensen, dat het de aandacht pakt. Daarnaast moet ook de post samen met de video, kijk, dat is het totale plaatje, dat is, de tip staat hier ook boven. Dus het belangrijkste is, het is de combinatie van alles. Dus je hebt ook geleerd dat als je een LinkedIn post plaatst, kijk, als we bijvoorbeeld hier naar de feed gaan, en we gaan even random mensen hun post bekijken, zet ik deze even uit op LinkedIn. Dit is trouwens, als je dit aan hebt staan, dan kun je niet scrollen op LinkedIn voor je focus. Oké, nou kijk, hier zie je bijvoorbeeld, op 18-jarige leeftijd draaide ik 20 graden per maand. Dus dan zie je, kijk de foto van Devine hier zo, die zorgt er ook voor, interessant. Dus dit zie je niet vaak als een jonge ondernemer, maar stel je zou iemand bijstaan met een Lamborghini, dan zou het heel anders zijn, right? Dus de hele combinatie van de tekst, de headline dus, gewoon haar naam, dus de naam, de headline, de foto, in dit geval de video, dat maakt ook uit voor hoeveel impressies de post krijgt en hoeveel leads je er ook uit gaat genereren. Hou de video ook concreet. Dus als er bijvoorbeeld heel erg lange tussenstukjes, kijk, het is contextafhankelijk. In ieder geval Michael zijn niet alle tussenstukjes eruit geknipt, maar in het algemeen zie ik, of gewoon probeer de video zo concreet mogelijk te maken. Als je dan vraagt ook van, hey, hoe lang is een video het beste? Dan geef ik ook een antwoord van, net zoals bij post, zo lang als nodig is, maar zo kort mogelijk. Dat gezegd hebbende, hoop ik dat je hier wat inspiratie uit kunt halen voor jouw video marketing op LinkedIn. Ik wens je heel veel succes met het creëren van video's of het aansturen van je team die het voor je gaat knippen, etc. Ik zie jou terug in de volgende video en voor nu nogmaals heel erg veel succes.